Ik ben August Eckhart, ik ben 37 jaar. Onze dochter Constance is 9 jaar en ze heeft een vasculaire malformatie, overwegend lymfatische malformatie. Die zit in haar lip, dus ze heeft een verdikte lip en voorheen zat het ook een beetje naast haar neus, maar het is vooral haar lip. Ja, wij vinden het natuurlijk ook vervelend als zij in die zin opvalt en dat er onnodig veel aandacht voor is. Terwijl zij gewoon ook een meisje is, net als alle andere meisjes. En ook wil spelen en mee wil doen. En dat vinden we wel lastig, dat dat soms in de weg staat. Vooral in nieuwe situaties, waarbij je voor het eerst ergens komt. In een winkel, in een nieuwe speeltuin, bij de IKEA. Dat soort situaties zijn juist momenten waarop de reacties eigenlijk meer zijn dan in de vertrouwde omgeving, zoals op school of in het gezin, in de familie. Dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Ja, dat doet zeker iets met ons ook als ouders, want dat is natuurlijk niet wat je je kind gunt. En ik ben daar zelf ook wel gewoon verdrietig en boos eigenlijk over geweest. Ik merk dan gewoon dat ik het gelijk wil oplossen. Maar goed, dat kan niet altijd en soms moet je ook gewoon het verdriet er laten zijn en dat samen doormaken. En het even laten zakken en daarna ben je wat meer redelijk en kun je het vaak beter oplossen. Kinderen kunnen natuurlijk heel direct daarop reageren en dan werd er wel eens gezegd, je hebt een vieze lip of een rare lip of... Ben je erop gevallen? Of wat is er met jou aan de hand? Wat is er gebeurd? En dat merk je toch dat ze dan even niet goed weet wat ze dan moet zeggen. Dus we hebben haar wel aangeleerd om dan te zeggen van zeg gewoon dat je zo geboren bent. En dat je verder gewoon ook een normaal meisje bent zoals iedere andere. En dat je graag ook speelt. En verder geen afwijkingen hebt. Maar dat het gewoon... iets is zoals je geboren bent. Ze had laatst een keer dat ze werd uitgescholden door een groepje meiden in het zwembad. Toen werd er zelfs iets geroepen als Downy lip. Ja, dat kwam zomaar uit het niets. Ze is echt 2 dagen heel verdrietig van geweest. En dat heeft dan best wel impact. Hoe wij dat proberen uit te leggen is... haar vooral zien in wat er gebeurd is... haar laten vertellen wat voor gevoelens dat bij haar heeft losgemaakt. Dat gewoon aanhoren en er voor haar zijn. Vooral ook aangeven dat het vooral aan degene ligt die het zegt. Wat die allemaal heeft uitgekraamd. En dat niet aan haar ligt. Dus dat je er heel anders mee om kan gaan. En dat wij haar natuurlijk mooi vinden en onvoorwaardelijk van haar houden. Maar we hebben in sommige gevallen gaan we natuurlijk ook achteraan en proberen we degene die het heeft gezegd te spreken. In het geval van dat zwembad-incident is dat ook gelukt. Hebben we die later, 2 weken later, gewoon aangesproken en een gesprek gehad. Toen bleek dat het 1 meisje in de groep was die dat vooral aanzwengelde. En dat de rest eigenlijk achteraf ook wel hadden gezegd van dat moet je niet zeggen. Maar goed, dan is het al gebeurd. Na een goed gesprek daarover begrepen ze het en hebben ze haar verder niet meer lastiggevallen, ook dat seizoen. Want je hebt natuurlijk wel een zwembadabonnement en je komt ze toch vaker tegen. Dus dan willen we dat ook oplossen. Als we geen zin hebben om het erover te hebben, dan zeggen we dat ook gewoon op een nette manier. Ik snap je vraag, maar ik heb nu even geen zin om daar uitgebreid over te hebben. Misschien kunnen we dat nog eens een keer een andere keer bespreken. Bij Constance is het eigenlijk zo dat naast de zichtbare aandoening is vooral onze zorg dat ze er veel pijn aan heeft. En ook de last die Constance er zelf van heeft. En dat speelt dan eigenlijk nog bovenop het ongemak wat je hebt van de blikken die haar aanstaren of de opmerkingen die gemaakt worden. Dat je als ouders ook nog weet van ze heeft heel vaak met pijnklachten te kampen. Dus ga nou niet nog beginnen over dat het er gek uitziet. Ze heeft al genoeg te stellen met haar aandoening. Toen ze naar de basisschool ging, toen hebben we gewoon
kort de docenten en ook de directeur geïnformeerd over wat ze heeft. Even een kort mailtje en in een eerste gesprek dat ook verder toegelicht. En verder gewoon aangegeven hoe ze graag zelf wil dat je daarmee omgaat. En eigenlijk ging dat redelijk goed en heeft dat nooit tot problemen geleid. Juist op school heeft ze een hele veilige plek. Iedereen kent haar en waardeert haar om wie ze is. En ze is ook gewoon heel leuk. Dus dat geeft geen problemen. Behalve als je nieuwe kinderen hebt of die er nog niet aan gewend zijn. Ja, dat is altijd wel weer even spannend van hoe gaan die daar dan mee om? Maar op het moment dat zij haar kennen, dan kijk je ook verder dan alleen wat je als eerste ziet. En dan weet je gewoon dat het een leuk meisje is, net als alle andere meisjes in de klas. Hoe de familie ermee omgaat, of als ze een keer bij opa en oma is, dan horen we achteraf ook wel eens van toen in dat speeltuintje, toen was er een jongetje die een opmerking maakte. En dan valt het voor hen extra op, denk ik, van hoe een impact het eigenlijk heeft. En dat je op vooral nieuwe plekken, dat je altijd wel weer nieuwe reacties krijgt. En dat geeft dan ook wel weer aanleiding om daarover te hebben samen en wat voor een invloed het eigenlijk heeft op het leven van Constanze. En dat is dan wel weer als familie waardevol om, om het daarover te hebben. Ik ben ook al bewuster geworden van hoe groot de invloed is van je uiterlijk. Of ook soms subtiel van opmerkingen van die ziet er leuk uit of die heeft een knap gezichtje. En dat je eigenlijk al heel snel soms waardeoordelen geeft op uiterlijk. En ook impliciet daarmee misschien een voor je dochter iets zou kunnen zeggen van dat ze daardoor de conclusie kan trekken van ik heb een afwijking aan mijn lip, dus zie ik er dan niet leuk uit. Dus misschien ben ik wel minder opmerkingen gaan maken over uiterlijk. Dat zou kunnen. Omdat ik eigenlijk helemaal niet, het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. En iemand is zoals die is en we houden gewoon van al onze kinderen evenveel. Mijn tip voor andere ouders zou zijn om vooral het gesprek te blijven aangaan met je kind. En vooral stil te staan bij het verdriet of de negatieve gevoelens die het oproept als je dus op zo'n manier wordt bejegend of aangekeken. En dat er gewoon maar te laten zijn, want soms heb je er ook geen invloed op, je bent er ook niet altijd bij. Maar de manier waarop je ermee omgaat, daar kun je wel invloed op hebben en daar kun je je kind ook in begeleiden. Ja, de aankomende 5 tot 10 jaar zien we op zich wel in vertrouwen tegemoet. Zij het wel dat we ons zorgen maken over de pijnklachten die zij heeft als gevolg van haar afwijking. En het is wel bekend dat dat onder invloed van hormonen en in de puberteit kan toenemen of afnemen. En dat is een onzekere tijd in die zin. Dus met enige zorg zien we dat wel tegemoet. Tegelijkertijd hopen we dat, dat ze daar goed doorheen komt en dat er mogelijk nog medicatie is die haar daarin kan ondersteunen. We hopen ook dat de puberteit, dat ze daar zich niet onzeker, meer onzeker gaat voelen. Wat nu eigenlijk nog helemaal niet het geval is. Dus dat ze misschien ook onder invloed van de hormonen of vriendinnengroepjes, dat ze in een situatie terechtkomt waarin ze heel erg denkt dat haar uiterlijk bepalend is voor wie ze is. Maar dat ze zich gewoon geaccepteerd ziet en gewaardeerd ziet voor wie ze is en dat we van haar houden. En dat God van haar houdt.